Julie van der Steen, welkom bij Jobflow. Wij gaan openhartig praten over hoe jij van job naar job float. Je bent nu al een tijdje niet meer actief bij M&M. Hoe voel je je daarbij? Soms vind ik dat wel heel erg. Hoe was het om als eerste mediajob meteen met Peter van de Veire samen te werken? Ik was nog vrij jong. Ik dacht, oké, dit is het. Ik vind het eigenlijk niet zo heel leuk, maar hij duidelijk wel. Dus ik ga ook doen alsof ik het leuk vind. Heb je ooit al nagedacht over een job buiten de media? Maar ik denk dat ik dat niet zou kunnen. Plus, dat is super vermoeiend. Thuiswerk misschien? Ik denk in bed dat dat ook zoveel anders kan zijn. Ja, dat is helemaal anders, maar... Thuiswerk is natuurlijk ook werk, hè? Oh my god. Ja, misschien is de horeca wel iets voor jou. Zeg eens, hoe is een ei gekookt na 4 minuten? Hard of zacht? Hard. Nee, dat is fout. Anders moet je je competenties eens oplijsten, Julie. Zet je cv's op papier. Ik ga roos pakken. Ah. Ja, nee, nee. Met cv bedoel ik natuurlijk curriculum vitae. En jij denkt natuurlijk aan clitoris en vagina. Dat gebeurt elke keer, hè? Nee, nee, Julie, jij bent de eerste.